Windows Movie Maker bestaat nog, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de ondersteuning op 10 januari 2017 afloopt. Maar gebruiken kun je het uiteraard nog wel. Installatie en gebruik heb ik in twee eerdere houtours laten zien. In deze laatste houtour onder andere aandacht voor muziek en geluid en het wegschrijven van je film. Ik heb in Windows Movie Maker een film gemaakt. Bij deze film zit al geluid. In het tabblad bewerken. Kun je via de knop videovolume aangeven wat er met het volume moet gebeuren. Harder of zachter, of helemaal stilzetten. En je kunt inveden en uitveden. En het tempo hiervan kiezen. De instelling geldt voor de geselecteerde video. In het tabblad project kun je kiezen wat je wilt benadrukken, bijvoorbeeld de muziek. Als je gesproken tekst opneemt en toevoegt of andere muziek, dan wordt er een apart spoor toegevoegd. Dan verschijnt er een tabblad opties waar je het volume van de gesproken tekst kunt aanpassen en inveden en outveden. Als je nu in het tabblad project kiest voor muziek benadrukken, kun je de audio tool openen waarmee je de verhouding tussen de muziek en de gesproken tekst kunt aangeven. En dan wordt het tijd om te luisteren naar die fantastische band Bridges met het regenzonnestralen. We kennen dat natuurlijk oorspronkelijk van ACTA en de Munich, maar dit is ook een geweldige uitvoering. Maar zorg er ook voor dat je onafhankelijk van elkaar de volumes van de gesproken tekst en van de video aanpast. Als je geen muziek bij je video hebt, kun je muziek toevoegen. Dat kan natuurlijk van je computer. Je ziet dat deze muziek als extra spoor wordt toegevoegd. Maar je kunt ook muziek toevoegen van een andere website. Maar niet alles werkt. Vimeo in ieder geval wel. Je ziet dat je voor sommige muziek wat moet betalen, andere is gratis. Je kunt een voorbeeld beluisteren en je ziet onder andere de totale duur. Als je het wat vindt kun je het downloaden. Dan moet je wel inloggen. Of met je Vimeo-account of via Facebook. En vervolgens kun je de gedownloade muziek onder je video plaatsen. Maar ik heb dat niet nodig, want ik heb al muziek in de video zelf. En ook de toegevoegde muziek verwijder ik. Dan wordt het tijd om de video te maken. Je kunt de video rechtstreeks delen. Dat kan bijvoorbeeld op OneDrive. Dan wordt er aangegeven uit welke resolutie je kunt kiezen en wat de totale grootte wordt. Ook zie je welke resolutie wordt aanbevolen. Bij YouTube zijn die instellingen weer anders. Of je kiest Film opslaan. En daarna geef je aan waarvoor je de film geschikt wilt maken. Bijvoorbeeld voor een Android-telefoon. Onderaan kun je ervoor kiezen alleen de audio over te zetten. En helemaal onderaan kun je een eigen instelling maken. Die geef je dan een naam en je kiest de instellingen. Deze instelling verschijnt onfortuin ook in deze afrollijst. Als je de bovenste optie kiest, kun je de film opslaan op je computer. En wordt de film gemaakt. Tot zover. Deze how-to's over de Windows Movie Maker